doen, wat een ding. Ik vind het heel eng. Ik vind het heel eng. Wij zijn Ponkers en in deze nieuwe hashtag geinig reiken wij de award uit voor de allerlelijkste kersttuin van het jaar 2015. Hey! Zo, waar gaat die heen? Nou, we zijn dus nu in Sliedrecht en we gaan even naar degene die de winnaar heeft opgegeven. Ja, Sliedrecht, zo die gaat. Nou, het is al lekker jongens dit. Zullen we kloppen anders? Kom maar. Je klopt daar. Ja, ze zijn gewoon thuis. Hier, doe je dingen open. Zal ik eens kijken? Ja, tuurlijk. Nee, dat vind ik heel brutaal dit. Ja, dat ben je toch? Nee, doe dat niet. Hallo. Hallo. Wonen jullie op nummer 26? Nee. Ah, nee, we zijn... Weten jullie wie daar woont? Ja, de familie Cornet. Maar weten jullie toevallig of ze thuis zijn? Ja, wel thuis. Hey, conclusie. Hey. Conclusie. Ik denk dat conclusie. Hey. Nou. Ik zie wel een licht. Ik zie licht. Ja, ik heb het licht ook gezien. Kijk ook met die camera dan. Ik zie heel licht. Probleem nummer 1. Degene die het heeft opgegeven is niet thuis. Nice. We hebben wel adres gekregen van degene die hele lelijke tuin heeft. Ja. De winnaar. Of juist heel mooi. Je kan dat ook, ik vind het persoonlijk vind ik het wel weer mooi. Nou, dat toch op. Jezus man. Ja. I can't wait for Christmas and the lights on the Christmas tree. Yeah, we zijn nu in de straat. En oh, het is wel heel erg dit hoor. Oh, wat lelijk! Er komt ook geluid vanaf. Ja. Maakt het nou ook geluid? Ja, maakt geluid. Alsof je een soort Nintendo gamespel zit te spelen. Alsof Super Mario live hier wordt gedaan met orkest. Zullen we eerst even mensen aanbellen, gewoon? Gewoon buurtbewoners? Wat die er nou van vinden? Ja, prima. Laten we dat eerst doen. Oh. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Mevrouw. We zullen ons even voorstellen eerst. Hallo. Nou, hij zit nu in ieder geval dicht. Goedenavond. Hey, goeiedag, meneer. We zullen ons eerst even voorstellen. We zijn nee, van het... maar de camera's hoef ik niet. Oh, ja, maar we zullen... Niet schrikken, mevrouw. Niet schrikken. Goeiedag. Niet schrikken, mevrouw. We zijn van het YouTube-kanaal Ponkers. En wij de wie? Van het YouTube-kanaal Ponkers. Ja? Dat ding is huis. Nou. Dan ga ik de deur weer dicht. Oh. Nou, wij mogen dit jaar de award uitreiken voor de allerlelijkste kerstdag van het jaar. Jullie zijn er niet geworden, gelukkig. Ja, maar achterbuurman wel. Hierachter? Ja, okay. En we vroegen ons eigenlijk af, wat vindt u nou eigenlijk van die achtertuin? Die achtertuin bij de achterbuurman. Nou, ja, wat vindt u van zijn tuin? Ja. Van zijn tuin, ja. Het is van het jaar een beetje minder. Vorig jaar, ik weet niet of jullie het weten, vorig jaar had hij er veel meer gedaan dan de jaren ervoor. Ja, dat is nou een stuk minder. Hij mag niet van zijn vrouw. Hij mag niet van zijn vrouw? Nee, dat is eigenlijk wel veranderd. Dus dat is op zich wel een goede natuurlijk. Maar dit heeft hij dus elk jaar. Heb je hem nooit bij SBS 6 gezien? Dan heb je je geschiedenis moeten nakijken. Ja, inderdaad. SBS 6. SBS 6 is dat. Oh, echt? Had hij alles helemaal. Toen had hij zeker de mooiste tuin. Had hij de mooiste? De mooiste? Oh, ja, werkelijk. Dan komen wij met een award voor de leden. Ja, is hij echt niet blij mee hoor. Mijn smaak is het niet. Nee, maar vindt het mooi of lelijk? Ik vind het niet mooi. Oké, dat is dan lelijk. Mijn smaak is dan lelijk. Ja, vergeleken met vorig jaar is nou lelijk. Nou, zo. Kijk, zijn we het zo eens. Dank u wel. Ja, nou, meneer. Hey, helemaal goed. Hey, en misschien tot volgend jaar, hè? Ja, wie weet. Bent u dan niet zo jaloers? Nee, reken niet. Nee? Maakt niet uit, hoor. U zou dit niet zelf in uw tuin willen hebben? Nee, niet. Waarom niet? Nou, daarom niet. Ja, we hebben het zelf wel. We hebben die slangen nog ophangen. Ja, zijn ze giftig? Oké, okay, nou, het moment is daar. Supreme het moment supreme. Wij gaan naar de winnaar van de allerlelijkste kersttuin van het 2015. Jaar 2015. Let's go. Let's go. Hoe denk jij dat hij gaat reageren nou? Ik denk dat hij... ik weet het niet. Ik denk dat hij heel teleurgesteld is. Dat denk ik ook. In zijn vrouw dan. Ik vind het heel eng. Ik vind het heel eng. Oh, kijk eens. Kijk die nou ook. Oh.
Goedenavond. Een hele goede avond. We zijn op zoek naar de eigenaar van deze tuin. De heer des huizes. De heer des huizes. Ja, dat ben ik. Goeiedag. Hallo. Hallo. We zijn van het YouTube kanaal Ponkers en we hebben een award uit te reiken. Zo. Iemand uit Sliedrecht heeft u genomineerd voor deze award. Ja. En die komen wij uitreiken. Ja. Waar denkt u dat deze award mee te maken heeft? Ja. Ik denk met de kersttuin. U denkt, nou, dat zit u. Ik heb het nou eenvoudig gehouden. Ja. Ja. Want ik heb de werkzaamheden thuis. Want normaal gesproken dan begin ik 1 oktober. Dan krijg je hier een dorp. En daar. Een dorp? Een dorp ja, zo. Compleet. En dat is 3 à 4 maanden werk. Maar bent u niet benieuwd wat voor award u heeft gewonnen? Bent u daar niet ongelooflijk nieuwsgierig naar? Waar ik hem mee gewonnen heb. Wat voor award u heeft gewonnen? Want het heeft natuurlijk een naampje. De award. Ik ga hem gewoon uitreiken. We gaan hem gewoon uitreiken. U heeft de award gewonnen voor de allerlelijkste kersttuin van het jaar 2015. Yeah! Yes! 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 Yeah! Kijk eens. Ik kan er nog een keer poppen, jongen. Ik geef altijd een high five met Ponkers. Oh. High five. Dat is een low five. High five. Yeah. High five. Yeah. Gefeliciteerd. Yeah. Laten we even op de foto. Even op de foto. Even voor de foto. Even Award erbij. Ja. Maar we hadden begrepen dat u vorig jaar de allermooiste kersttuin had. Van Piet Paulusma. Ja, Piet Paulusma. Die is al 3 keer geweest bij me. Ja, en dan wil ik toch nog wel even wat melden. Want wij hebben vernomen in de buurt hier. Ja. Oké, laat ik het zo zeggen. Wat is de reden dat u de tuin niet nog mooier heeft gemaakt? Nou, ik moet thuis met je verven en alles. Ja, uw vrouw, hè? Ja, uw vrouw, ja. Uw vrouw heeft ermee te maken. De vrouw is de schuldige. Uw vrouw is de boosdoener. Ja, ze is weg. Ja, er is. Er is hoor. Ja, ze gaat er vandoor, Ik vraag me af of ze nog terugkomt. Ja. Maar het is gigantisch geweest. Gigantisch geweest. 3 jaar is gigantisch geweest. Eén keer is het zelf, had ik hier de straat, had ik een soep en sopie tent neergezet. Glühwein, kerstmutsen. Maar nu niet, want ik heb wel zin in een glühwein. Ja. Nee, nou ik het gewoon. Dit is een werk van een ik heb spullen zat natuurlijk. Hoe noem je het? Prelaria? Het stik van de... Ja, maar normaal gesproken krijg je hier een baan. Mogen we even een rondleiding anders, meneer? Een skibaan krijg je. Maar goed, dat heb ik nou niet. Dat is wel jammer. Zijn er nog meer mensen slieden geweest? Nee, u bent de winnaar. Of tenminste, ja. U bent de winnaar. Ja. Lees hem nog even 1 keer. De lelijkste kersttuin award van Nederland. Nou. Snik. Oh. Ja, leuk. Ja. Ja, ik krijg er helemaal dorst van. Maar nou, net sportief op, meneer, vind ik. Ja, zeker waar. High five. Lach erin. Yes. Maar vind je het voor de met grove dingen gedaan, vind je het wel leuk hier zo, de verlichting? Ja, fantastisch. Anders heeft u niet de award natuurlijk. Ja. Tot ziens. Houdoe. Beste, tot kijk volgend jaar. Tot volgend jaar. Hoi. Hoi. Oh jongens, ik voel me best wel een lul. Ik voel me best wel een klootzak. Hij heeft zo zijn best gedaan. Nou, hij was wel sportief. Mm. Zeker. Ja. Sorry, wil je nou weten wat wij gaan met een feestdag of wat we gaan doen met Oud en Nieuw? Volg ons dan op social media. Yes, ik klik hier voor een echte Ponkers Classic en klik hier voor de vorige bluff waarin zij de Condom Challenge gingen doen met Gentle. En wat vind jij nou van deze tuin? Laat het dan even weten in de reactie. Is hij nou echt zo lelijk of valt het allemaal wat vind jij nou? Je hebt helemaal niks gezegd. Ja, jij vindt hem hartstikke mooi, hè? Het is niet jouw smaak. Het is niet jouw smaak. Nou, we zien jou de volgende keer bij een nieuwe video. Later.